Hi, hi vissen. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 24. Dus van maandag 8 juni tot en met zondag 14 juni. Dus dan een kaart schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het eigenlijk alsof er een overwinning gaat komen. En die overwinning is duidelijk echt wel iets waar je heel blij mee gaat zijn, maar je durft toch niet zo blij mee te zijn. Het lijkt een beetje alsof je toch wel de laatste tijd wat sigaren uit je eigen doos hebt gekregen, of dat er toch wel wat dingen zijn die je misschien tegen hebben gezeten en waarvan je denkt van ja, ik weet het niet, ik zal het eigenlijk wel zien. Hè? Je gaat er zeker mee aan de slag, je neemt het ook zeker aan en ergens maakt je hart ook weer dat sprongetje. En je bent super enthousiast en ik heb ook het idee dat je het heel graag wil delen. Maar je bent er gewoon voorzichtig in. Je weet dat je er nog niet bent. En je zult ook echt voorzichtig aandoen. En je zult er alles aan doen om dat stukje verder uit te bouwen. Zodat je meer zekerheid hebt. En zodat je meer durft te gaan vertrouwen op wat je eigenlijk aangeboden wordt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.